korte termijn moet er echt iets gezegd worden over de heropening en zo, ja, hoe van de horeca en de cultuursector. De logica in het coronabeleid is zoek. En daarom moet dat beleid fundamenteel worden herzien. Dat zeggen 30 burgemeesters in een brief van het kabinet van premier Rutte. Een van de drie Gelderse burgemeesters die deze oproep steunt is Hubert Bruls van Nijmegen. Eerlijk gezegd, dus mijn vraag, heeft het kabinet geen andere mogelijkheid meer om datgene wat ze nog op slot hadden nu ook maar open te doen? En dat is denk ik waar we nu het op komt. En dat was ook de reden om zo'n brief van u te sturen. De brief aan het kabinet is ondertekend door 3 Gelderse burgemeesters. Bruls van Nijmegen, Heerts van Apeldoorn en Marcouch van Arnhem. De kern van hun oproep is dat het coronabeleid fundamenteel moet veranderen. Want het is feitelijk onmogelijk, maar ook rechtsstaatelijk onwenselijk om met repressie burgers dwingend te overtuigen van de juistheid van maatregelen. Volgens Bruls zitten de burgemeesters in een spagaat. Aan de ene kant moeten ze erop toezien dat de coronaregels van de overheid worden nageleefd. Dat houdt in dat ze, zoals bijvoorbeeld gisteren tijdens culturele protestactie Kapsalon Theater, moeten handhaven. Handhaving is langsgekomen en u wordt vriendelijk, toch zeer dringend verzocht om het pand te gaan verlaten. Beste bezoekers, helaas, pindakaas, pand is gemaakt. Dank u. Maar volgens de burgemeesters wordt de handhaving steeds lastiger, omdat de logica van de regels helemaal zoek is. Natuurlijk de aangepaste mondkapjesregel die we door de tijd heen hebben. Als je erin gaat verdiepen, snap je de overwegingen, maar die zijn voor het grote publiek in zijn algemeenheid vaak heel moeilijk te volgen. Een mondkapje dragen als je ziet dat het druk wordt op straat, als advies. Ja, weet u, dat is niet duidelijk. Daar kun je niet heel veel mee. Daarom wordt het kabinet in de brief opgeroepen snel met voorspelbare, logische en redelijke maatregelen te komen. Ik zou 2 dingen willen noemen. Op korte termijn moet er echt iets gezegd worden over de heropening en zo, ja, hoe van de horeca en de cultuursector in de brede zin. Daar horen bijvoorbeeld ook niet alleen schouwburgen bij, maar ook bijvoorbeeld de bioscoopsector. Daar moet echt naar gekeken worden. En anderzijds moet er een lange termijn strategie komen. Er is een extra veiligheidsberaad gepland, omdat de burgemeesters snel meer perspectief voor de horeca en cultuursector willen.